De Vereniging van Sportjournalisten in Suriname, VSJS, heeft gisteren een lezing gehouden met als thema seksueel molest in de sport. Vrij recente gevallen binnen de Surinaamse sportwereld hebben volgens de vereniging getoond dat dit onderwerp geen ver van mijn bedshow meer is. De VSJS denkt dat ze met deze lezing een discussieavond kan bijdragen tot het doorbreken van de taboe, maar ook de bewustwording nog meer kan aanwakkeren. Volgens Kirti Algu, inleider tevens commissaris Gender en Sport van het Surinaams Olympisch Comité, willen sporters in een veilige omgeving sporten. Seksueel molest is echter een hibbie die deze veilige omgeving bedreigt. Als het gaat over seksueel molest, dan zijn er een heleboel definities, maar in huiselijk en keukentaal is het simpelweg iedere handeling met een seksuele tint die tegen de wil is van iemand anders. In huiselijk en keukentaal. Ik kan u een heleboel gewichtige definities voorhouden van allerlei studies, internationale organisaties. Niet zo interessant. Het moment dat die handeling een seksuele tint heeft en het is tegen de wil, dan is afspraak van seksueel molest. De complexiteit bij seksueel molest is dat niet de pleger bepaalt of het seksueel molest is, maar degene die het ondergaat. You may call it the victim. Of de klager. Ik werd gecorrigeerd door Ilse Heene. We spreken over klager en pleger. Algu zegt verder dat als iemand of een sporter het benauwd krijgt in bijzijn van iemand anders of van iemands blik, dit reeds als seksueel molest kan worden gekwalificeerd. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer het gaat om een atleet die in een afhankelijke positie zit, wel eens waar anders mee zal omgaan en waarschijnlijk het is over zou durven te praten. Zeker niet als het een omgeving is waarbij er is represailles, ruis, autoriteit bij komen kijken. Nou, wat doet seksueel molest? Er zijn een heleboel studies daarnaar gericht. En wat mij het meest aansprak is een studie die verricht is in Canada. De resultaten zijn gepubliceerd in 2012. En wat bleek dus uit die studie is dat van de 159 casussen die zij hebben geanalyseerd, was 98% van de dader was de coach. Kirti Algu, inleider tijdens de lezing met als thema seksueel molest binnen de sport. De lezing is georganiseerd door de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname en is gehouden in de Olympic House.